Zo. In deze video laten we zien hoe je eenvoudig de vlotterkraan van een inbouwtoilet vervangt. Alle benodigdheden vind je in de beschrijving van de video. Als het water in je toilet blijft doorlopen, moet je de vlotterkraan vervangen. De vlotter regelt het waterniveau in de stortbak. Verwijder voorzichtig de drukknop en het spoelmechanisme bediening. Draai eerst het waterkraantje dicht. Deze vind je in het reservoir. Spoel nu het toilet door aan de hendel te trekken. Zo heb je geen water meer in het toilet zitten. De vlotterkraan zit met een palletje aan een klem vast. Lokaliseer dit palletje en druk deze weg om de vlotter van de klem af te krijgen. Nu de vlotterkraan loshangt, kun je deze uit het gat manoeuvreren. Draai de klem los en haal deze van de waterleiding af. Draai nu de oude vlotterkraan met behulp van een waterpomptang van de waterleiding af. Haal de nieuwe vlotterkraan uit de verpakking en sluit deze op de waterleiding aan. Klik de klem weer terug en draai deze vast. Manoeuvreer het geheel weer terug en klik het op de juiste plek terug. Draai het waterkraantje weer open. Zet de drukknop van het spoelmechanisme weer terug. Controleer of alles op de juiste plek zit en schroef de knop vast. Spoel het toilet door en controleer of het niet meer doorloopt.